dat is nu de eerste stap. Hier baart paniek. Gewoon de zijwanden van het café weg. Daar zien waar dat die instapbaar is. Dat is dan helemaal niet goed. Welvaart is hier in zicht, maar nu gaan we nog in een extreme bouwflash springen. Dus alles wat we eigenlijk niet hebben kunnen verwezenlijken, gaan we nu in de laatste 90 dagen nog doen. En het begin daarvan is van de eindapotheose, is dan de kunsttempel, dat je hier achter mij ziet. Die gaan we zondag huldigen. En gaat die tot leven komen met een hoop grootmeesters en hoogpriesters. Die komen hier dan op de preekstoel voor een menigte die zich hier samenschaart op de kade. En dan de meester als David Boffet en Orphan Fairytale, die komen dan soundscapen in de tempel. Waarna dat de deuren geopend worden met een shamanistische performance door de Holy Holy meester. En dan mag iedereen zijn inspiratieoffer komen schenken aan de tempel. Want we aanbieden de inspiratie. Er is geen beeld voor inspiratie, dus als symbool voor de kunsttempel hebben wij een lege stolp genomen. Dat is het schrijn waarin de inspiratie zich bevindt.